Vandaag gaan we een broeihoop maken voor de ringslang. De ringslang is een slang die niet veel mensen kennen. Die is niet giftig en die vind je met name langs de waterkant. En is een van de soorten waar de provincie extra aandacht voor heeft. Een van de 114 aandachtsoorten. En vandaag gaan we laten zien hoe we die soort kunnen helpen met de aanleg van een broeihoop. Hout is belangrijk om het lekker luchtig te maken. Tuingereedschap natuurlijk, takjes. We zien daar rietmateriaal, gras, bladeren en heel belangrijk, dat is paardenmest. Dit materiaal, daar zit lekker broei in en dat moeten we hebben. Het moet lekker broeien voor die eieren van die ringslang. Als we die ingrediënten allemaal hebben bij de hand, dan kunnen we aan de slag. En dan beginnen we als eerste met het hout. Kijk, hop, en die leg ik hier mooi neer. Want die ringslang, die wil die bult die hier straks komt, dan moet die goed in kunnen kruipen. Ze kunnen niet graven, dus er moeten wat holtes in, dat er wat lucht bij komt. Stap 2 is een mooie lekkere laag naar hooi of oud kuilvoer kan erop. Kan natuurlijk ook gras zijn, zodat we een broeihoop krijgen die uit verschillende lagen bestaat. En die ringslang die heeft er een neus voor om precies te zien wat goed is, waar het warm is, vochtig genoeg. Nou, zit hier aan het water, het leefgebied van de ringslang. Daar zwemt hij, leeft hij langs de oevers. En dan pakt hij dus de kikkers en de padden, maar ook kleine visjes. En dit is de ideale plek waar hij die broeihoop kan vinden. Dus zorg dat de broeihoop niet verder dan 100 meter van het water af ligt. Als de tweede laag klaar is, dan pakken we de bladeren voor de derde laag. Die ringslang, dat is een ongevaarlijke slang. Die wijfjes, die worden, nou, die kunnen wel ruim een meter worden. Die mannetjes zijn wat kleiner. En wat opvallend is, ze zijn een beetje grijs. En ze hebben opvallend gele plek achter hun hoofd. Daarmee kun je ze altijd herkennen. In tegenstelling tot de adder of de gladderslang, die ook in Overijssel voorkomen. Maar die vinden we alleen op de heideterreinen. En die ringslang die zit meer bij waterrijke gebieden. Nou, en dit is de laatste. Deze laag zit erop. Oh, nu een laagje mest. Zo. Kijk, als je nu afvraagt hoe kom je aan die mest, die is niet van mezelf. Maar die kun je gewoon ophalen bij de manege. Meestal hebben ze daar genoeg. En nu doen we een laagje riet. Hoppa, erover. Ja, ringslangen hebben net als vogels eieren. Het zijn van die witte eitjes, maar die een beetje uit een leerachtige substantie bestaan. En die zetten in juni, juli, zetten ze dan in zo'n broeihoop iets van 20, 30 eitjes af. Dus die ringslang, die komt hier dan na het voorjaar. Als ze gepaard hebben, dat is in april. Die zwangere wijfjes, dat zijn die lekkere dikke slangen. Die komen hier dan om die 20 tot 30 eitjes op verschillende dieptes af te zetten. Kijk, ik doe nou riet en alles wat voorhanden is. Maar er kan natuurlijk ook wel andere dingen op. Kleine takjes, tuinafval. Als ze maar een beetje broeit en wat lucht er laat. Ik heb hier, kijk, nog iets van de vaas. GFT, dat kan er ook prima op. Dat broeit en daar zit vocht in. Of je gooit er wat knipsel van de haag bij op. Hopla. Dus het is een beetje spelen met lucht, open kamers en organisch materiaal wat nog kan broeien, waar nog sap in zit. En nog wat van deze kleine takken kunnen er ook op. En dan hebben we iets van 5, 6 lagen erop zitten. Maar dat gaat natuurlijk slinken, het stort in elkaar. En een beetje broeihoop moet wel 1,20 meter zijn. Dus ja, wat doen we dan? Nog wat lagen erbij op. En dan beginnen we weer wat afdekken met wat hooi, blad,
spul uit de sloot, organisch materiaal, verschillende laagjes bouwen. Je kunt de broei op het beste maken in maart, april. En dan in juni worden de eitjes afgezet. En dan heb je van die lieve kleine ringslangetjes van 20 centimeter in je tuin. En dan heb je prachtig voortplantingssucces. We zijn dicht bij het einde. Ik doe er nog wat takken op om wat holtes te maken in die compacte massa die straks natuurlijk flink inklinkt. Hop. Kijk, wat dit verteert allemaal. Die broei zit er meestal 1 à 2 jaar in. En dan moet je hem eigenlijk beheren. Dan moet je hem weer opnieuw opbouwen met nieuw materiaal. En het beste kun je dat doen door in april eigenlijk de broei op weer om te klappen. Het voordeel daarvan is dat je dan ook de eieren kunt vinden, de uitgekomen eieren van de zomer daarvoor, van de ringslang. Dan kun je zien hoeveel succes die heeft gehad. Het kan voorkomen dat het zo droog is in juni, juli, als de eieren erin zitten, ja, dat het opdroogt en die broei verdwijnt. Dan is het goed om even met de gieter wat water te geven. Kijk dan, prachtige broei op. Iedereen kan dit. Je hebt gezien hoe makkelijk het is. Pak dit op, doe dit met vrienden en je helpt er de ringslang mee.